Bij het bureau Intellectuele Eigendom, afgekort BIE, van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, kan men terecht voor het inschrijven van een handelsmerk. Wanneer wordt een merk goedgekeurd of geweigerd? Een merk wordt goedgekeurd door het bureau Intellectuele Eigendom wanneer een merk onderscheidend is en niet beschreven. Onderscheidend wil zeggen dat het merk verschilt met die van een concurrent. En beschrijvend wil zeggen dat het merk precies aangeeft of het merknaam of het product. Soms komt het voor dat er alternatieven zijn, bijvoorbeeld dat een merk soms beschrijvend is en dan nog onderscheidend. Snap u? En dit alles is te zien middels voorbeelden. Regelgeving die het bureau gebruikt zijn: reglement industriële eigendom, verdrag van Nice. En we gebruiken ook het verdrag van Parijs. Het komt vaker voor dat het bureau merken afkeurt. En dat zal ik u wijzen middels voorbeelden die zijn aangehaald in verdragen, zowel in onze wetten. Weigeringsgronden bij merken. Als eerste ziet u, een merk moet niet in hoofdzaak of geheel overeenstemmen met een ander merk dat reeds is ingeschreven bij het bureau. Ten tweede, het merk mag geen woorden of voorstellingen bevatten die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden en ook niet bestaan uit algemene bekende woorden. Ten derde, het merk mag niet bevatten wapen of stempel, waarborgteken of bestanddelen daarvan van een publiekrechtelijk orgaan. En als laatste, vlaggen, staatsemblemen, initiaal of benaming of bestanddelen daarvan van een intergouvernementele organisatie, dat is ook niet toegestaan. Ik zal u enkele voorbeelden geven welke het bureau heeft afgekeurd. Voorbeeldmerken, een woordmerk ziet u, Lekkerfaya of Baby met R, zijn algemene bekende woorden en het is niet uw creatie, dus zulke merken zullen absoluut niet goedgekeurd worden door het bureau. U ziet woord- en beeldmerken. Eerste logo, BO, juridische bijstand. Met een algemene afbeelding van het rechtswetenschap. Die afbeelding is niet uw creatie. En kan dus gezien worden als een weigeringsgrond. Als tweede logo hebben we de echte kip. Het bevat algemene bekende woorden die niet creatief zijn. Het heeft ook nog een kip en daar nog ook de Surinaamse vlag. Zo'n merk wordt zeker afgekeurd door het bureau. Als derde hebben we Bobby Lekker. U hoort het al aan de uitspraak dat het heel storend is. Het is in strijd met de openbare orde en goede zeden. En zulke merken zullen 100% afgekeurd worden door het bureau. Ik heb nog enkele zaken toe te voegen. Ten eerste, zolang zaken zijn toegevoegd aan een merk die als een weigeringsgrond wordt gecategoriseerd, die u wenst te claimen en niet uw creatie is, worden zulke merken afgekeurd door het bureau. Ten tweede, indien uw merk reeds is goedgekeurd, bent u vrij erbij toe te voegen wat u leuk vindt. Bijvoorbeeld, de Surinaamse vlag om het land van afkomst aan te duiden in geval bij export. En als laatste wil ik zeggen, indien u vastzit, bent u vrij om langs te komen bij het bureau Intellectuele Eigendom, die gevestigd is aan de Hendrikstraat nummer 69.